welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag bij jullie terug met een nieuwe Goodiebox unboxing. Voor de mensen die Goodiebox niet kennen, Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand zo een box krijgt vol met beauty producten. Er zijn een aantal dingen veranderd, want de prijs is van €20 naar €25 in de maand gegaan. Dus €5 extra betaal je nou. Maar de waarde van de box is ook omhoog gegaan van €60 naar €80. Dus je krijgt elke maand zo'n box met 5 tot 7 beauty producten ter waarde van €80 van slechts €25 in de maand. Je betaalt dus voortaan €5 meer, maar ja, je krijgt ook wel weer meer waard voor je geld, hopelijk. Maar dat gaan we dus vandaag bekijken, want we gaan vandaag deze box unboxen. We gaan zien wat er allemaal in zit en we gaan ook gewoon gelijk gebruiken wat we kunnen gebruiken, want dan kunnen we gewoon gelijk zien wat we van de producten vinden. Elke maand doe ik zo'n unboxing. Ik doe dit nou echt al een jaar of zo. Dus als je wilt weten wat er in de andere boxen zat, zoek gewoon op mijn naam en dan Goodiebox erachter en dan vind je zo gewoon alle video's. Dus ja, ik ben weer echt super enthousiast. Ben je net zo enthousiast als mij? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Nou, ik ben er echt weer helemaal klaar voor. Zoals je kunt zien heb ik helemaal geen make-up op of niks. Dus we gaan alles gewoon gelijk gebruiken. Dit is dan de box van deze maand. Een mooie, beetje taupe bruinachtige box. En als je hem openmaakt is dit wat je ziet. Maar ik heb hem al helemaal opengemaakt en alles. Zo zat het er niet in. Het zat er een stuk meer netjes in. Dit is de Get Naked box. En dit is een boekje met allemaal informatie over alle producten. En wat extra shizzle. We krijgen 2, 4, 6, 6 producten. Dus ik ben benieuwd. We gaan beginnen met het eerste product. En dat is iets voor de borsten. Van Mikura heb ik hier de Boob Mask. Winkelwaarde is €9. En ja, jullie horen het goed. Een Boob Mask. Dit is dus een masker voor je borsten. Ik ga stuk. Ik heb nog nooit een masker gezien voor je borsten. Ik heb wel eens een masker gehad voor de billen. Dat vond ik ook al super apart. Maar voor de borsten heb ik nog nooit gezien. Ik wist niet eens dat dit bestond. Dit is dus gewoon een sheet mask die je moet aanbrengen op je borsten. Er staat dat dit masker onder andere ginseng extract bevat en hyaluronzuur die de huid verstevigen en hydrateren. Maak het gebied, je borsten, schoon en droog. Breng de sheet aan op elke borst en laat het masker 15 tot 20 minuten inwerken. Op het masker staat ook echt dat het je borsten hydrateert, dat het anti-aging is en dat het je borsten ook een beetje lift. Nou, ik ga hem gewoon nu gelijk aanbrengen. Ik ga obviously mijn borsten niet aan jullie laten zien, dat begrijpen jullie wel. Maar jullie moeten maar een beetje fantaseren hoe ik dit doe. Oké, ik ga hem gewoon openmaken en aanbrengen. Oh my god, ik vind dit zo apart. Wacht, ik denk dat ik eventjes mijn topje omlaag doe. Oh my god, het is echt super waterig. Ik ga stuk. Oh, dit gaat sowieso weer super koud aanvoelen. Oké, dit is dan sheet maskje 1. Hoe moet ik hem aanbrengen dan? Ik snap het niet. Oeh, dit is koud! Oh my god, oké. Oh, dit is echt heel koud. Het voelt nou zo raar om dit te doen op beeld, maar oké. Oké, de ene is gedaan, nu de andere. Je moet hem zeg maar zo aanbrengen. Oh, dit is zo koud. Oké, jongens, ze zitten erop. Het voelt op zich goed aan. Het is nou 1 uur, dus ik ga even een kwartiertje gewoon dit erop laten. Wat er nog een beetje op mijn handen zit, smeer ik gewoon een beetje zo in hier op mijn borst. En dan doe ik mijn hemdje er weer zo op, zeg maar. Zo een raar product. Ik kan het jullie helaas niet laten zien, maar het zit op zich best wel goed. Ik heb best wel grote borsten. Ik heb cup D en het zit op zich alsnog goed. Dus ook al heb je wat grotere borsten, dan is het op zich alsnog gewoon groot genoeg. Maar het voelt wel echt super raar. Oké, jongens, terwijl dit erop zit, gaan we gewoon verder. Nee, ik zit hier niet naakt. Ik heb mijn hemdje er een beetje zo op gedaan. Het volgende is voor de haren. Van Lavish Care heb ik hier de Rescue Me Hair Mask. Winkelwaarde is €10. Dit is dus een harenmasker om je haren te verzorgen. Dit is een van de producten vandaag die ik niet kan gebruiken. Want ik gebruik echt specifieke haarproducten speciaal voor krullen. Dus ik gebruik niks anders. Dus alles wat ik niet gebruik doe ik in een winactie die eraan komt. Dus deze gaat ook in een winactie la. Dit is dus een verzorgend harenmasker met een vitamine E. Het is vegan en siliconenvrij. Je moet hem in je haar doen en een aantal minuten inlaten en dan gewoon eruit wassen. Je krijgt 100 ml. Het is gewoon een full size product. Dus dat is topje. Dus iedereen die dit al heeft geprobeerd, laat ons weten wat je van het harenmasker vindt. En ik ga deze in de winactie la doen. Het volgende is voor het gezicht. Van Ronsbol heb ik een dagcreme SPF
15. Winkelwaarde is €22,70. Dit is dus een dagcreme. Ik heb geen idee hoe je dit een merk uitspreekt. Ronsbol of zoiets. Maar ik heb het gevoel dat ik het niet goed uitspreek. Het is een merk uit Denemarken. Vandaar dat het een beetje een aparte naam heeft. En dit is een full size dagcreme. Er staat dat dit de huid hydrateert en kalmeert. En er zit SPF in. Dus ideaal voor deze zomerse dagen. Oké, ik ga hem gewoon aanbrengen. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aanvoelen. Dit is wel zoiets wat je vaker moet gebruiken om echt te weten wat je ervan vindt. Het heeft een beetje zo'n vanille kleurtje. En ik breng het gewoon aan over mijn hele gezicht. Ik merk inderdaad echt dat er SPF in zit. Ik doe altijd mijn SPF mixen met mijn crème. En dan ziet het er ook altijd een beetje zo uit en voelt het ook zo aan. Dus ik merk dat inderdaad gelijk. Het voelt op zich gewoon goed aan. Lekker een beetje dikker. Het voelt gewoon echt aan als een goede dagcreme. I like it. Dit is echt iets wat ik zou gebruiken. Ik vind hem echt, echt heel fijn aanvoelen. I love it. En dat er zo dat SPF in zit is helemaal ideaal. Scheelt mij weer mixen. Ja, heel erg fijn. Het is ook niet plakkerig. Het voelt echt aan alsof het je gezicht echt goed voedt. En het geeft ook een hele lichte glow. Zie je een beetje zo die glow over mijn gezicht? En ik heb echt een dof gezicht. Ik heb echt geen glanzend gezicht of zo. Dus ja, heel erg mooi. I love it. Het volgende is een gezichtstool. Van Tronborg heb ik hier de Facial Ice Roller. Winkelwaarde is €25. Oké, dit is dus zo'n gezichtsroller. Die gebruik ik ook heel vaak. Ik heb er al eentje van bij Kelsha. Maar nou hebben we er ook dus eentje gehad in deze box. Het ziet er zo apart uit. Kijk even dit. Oh mijn god, het is gewoon alsof het een beetje aluminiumfolie is of zo. Er staat dat het de bloedcirculatie stimuleert en het de elasticiteit van je huid verbetert. Ook vermindert het zwellingen en wallen terwijl het de huid kalmeert. En het verstevigt je huid en het geeft een gezonde glow. Oké, jongens, ik ga gewoon rollen. Oeh, het voelt lekker koud aan. Zoals ik al zei, ik heb zoiets al die ik ook echt elke dag gebruik. Ik gebruik dit altijd nadat ik mijn serum heb aangebracht. Dat is altijd heel erg fijn. Die ik heb, die trilt ook. Dat vind ik ook heel erg fijn. Dus ik denk dat ik sowieso gewoon die blijf gebruiken. Ik weet niet, deze, het voelt een beetje alsof je geen effect heeft of zo. Het voelt niet echt alsof je iets doet. Ik heb het nou echt lang gebruikt en ja, ik weet niet, ik vind hem niet zo fijn. Het voelt niet als mijn gewone roller. Ik heb ook vaak andere gebruikt die ook beter aanvoelen dan dit. Hij is niet cool genoeg en hij voelt gewoon, het voelt niet aan alsof hij iets doet gewoon. I'm not sure. Oké, het volgende product is voor het lichaam. Van Evoluderm heb ik hier de Detox Body Jelly. Winkelwaarde is €5,50. Oké, dit is dus een lichaamsjelly. Een soort van body lotion, maar dan als een verkoelende jelly. Dat vind ik heel erg fijn, want ik ben echt super veel door muggen gebeten. Dus mijn lichaam is wel een beetje aan verkoeling toe. Er staat dat het de huid effectief verkoelt met de frisheid van een gel en de comfort van een moisturizer. Er zit kokoswater en groene thee in en dat hydrateert en voedt de huid. De formule heeft een lichte textuur en is niet plakkerig, waardoor je jezelf direct na gebruik kunt aankleden. Nou, helemaal top. Dit gaan we proberen, jongens. We hebben ook weer een full size. Volgens mij is alles full size. Laat me even kijken. Ja, alles wat we vandaag ontvangen is full size. En dit is 200 milliliter. Even kijken. Ik heb volgens mij nog nooit zoiets gebruikt. Oh, ik denk dat hij nog dicht is. Ja, wacht. Hij is nog dicht. Je moet eerst dit zo eraf halen. Ik heb echt nog nooit zoiets gebruikt. Oh my god. Het is een beetje zo wittig. Ik breng het gewoon zo aan over mijn hele warme. Oeh, het verkoelt echt. Mensen, als je muggenbulden hebt overal en je echt een beetje toe bent aan iets wat verkoelt. Dit werkt echt. Het doet me een beetje denken aan aloe vera. Het ruikt echt heerlijk. Ik vind het echt heel fijn aanvoelen. Je ziet het ook niet echt. Ik heb heel vaak met normale body lotions dat je ze echt ziet. En super lang moet smeren voordat het helemaal wegblendt. En dat is dus hier echt helemaal niet het geval. Dat vind ik wel echt heel erg fijn. Ik breng ook een beetje zo aan hier op mijn borst. Wat is dit fijn zeg. Oh my god. Dit is echt ideaal voor de zomerse dagen, jongens. Ik ga het ook gewoon aanbrengen op mijn benen. Ik ben echt zo een fan hiervan. Jongens, dit voelt echt geweldig aan. Wat is het fijn. En het trekt inderdaad echt heel snel in. Je kunt je inderdaad echt gewoon gelijk aankleden. Oké, ondertussen heb ik nog steeds mijn maskertje op mijn borsten. Die ga ik er nou afhalen helemaal. Zo, dit masker heeft mij ook echt verkoeld bij de borst area. Ook dat voelt op zich wel gewoon fijn aan.
Ik doe even mijn hemdje weer aan, jongens. Nou, ik vind de producten tot nu toe echt fijn en ze zijn super verzorgend. I love it. Oké, het laatste is make-up. Van Tease Trendy Cosmetics heb ik hier de Fury Lip Liner. Winkelwaarde is 17 euro. Ik vind de verpakking echt super lelijk. Zo dat geel. Ik vind het echt vreselijk. Maar whatever, het gaat sowieso niet om de verpakking. Het gaat om het product. Ik heb Lippot loodje in de kleur Smooth Force. Is een beetje een nude kleurtje. Daar hou ik wel van. Ik vind de kleur er op zich wel echt heel erg goed uitzien. Oh, het is meer roze. Ik had meer bruin verwacht. Kijk, het is een beetje rozig paars. Zie je dat? Maar ja, staat wel mooi met de achtergrond vandaag. Dus dit lippotloodje ga ik ook gebruiken. Maar ik heb helemaal geen make-up op. Dus ik ga me eventjes helemaal opmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we dit potloodje gebruiken. Daar ben ik weer helemaal opgemaakt. Ik zie er nou echt een stuk beter uit. Voor deze ooglook heb ik deze twee nieuwe paletjes van Urban Decay gebruikt. In samenwerking met Prince. Het zijn echt super duper mooie paletjes. Dit is de gouden. En dit is de paarse. Love them. En op mijn lippen heb ik deze Lip Balm set van Revolution in samenwerking met Sof. En dit is de donkere set. Ook heel erg mooi. Oké, ik ga heel even deze lipstick eraf halen. Want ik ga het lippotloodje gebruiken. Even zien hoe deze kleur gaat staan. Ik denk dat hij echt mooi gaat staan met de look. Nou jongens, het gaat vandaag echt goed. Het lippotloodje vind ik ook heel erg fijn. Hij brengt gewoon goed aan. Niet te zacht en niet te hard. Ik vind het ook echt een hele, hele mooie kleur. Staat heel mooi met mijn huidskleur. Echt een hele mooie roze nude. Ik denk dat ik er even een lipgloss van wil creëren. Dus ik ga er overheen met deze Essence Shine 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 lipgloss. En dit is dus gewoon een doorzichtige kleur. Echt heel mooi dit. I love it. Nou jongens, het ging vandaag echt super goed. Het enige wat ik iets minder vind is die ene roller. Maar voor de rest vind ik het allemaal echt best wel fijne producten. Oké, nou ga ik alle prijzen bij elkaar optellen. En dan gaan we kijken hoeveel het je had gekost als je elk product individueel zou hebben gekocht. Ik ga beginnen met dit boob maskertje. Deze is full size, is 9 euro. Dit lippot loodje ook full size, 17 euro. Dan de face roller tool. Deze kost 25 euro. Het haarmasker kost 10 euro. De dagcreme is 22,70 euro. En als laatste de body gel, die is 5,50 euro. Als je al deze producten individueel zou hebben gekocht, had je in totaal 89,20 euro moeten betalen. Jullie hebben slechts 25 euro betaald, dus dat haal ik ervan af. Dus je bespaart maar liefst 64,20 euro. Nou, dat is echt een hoop geld. Nou jongens, dat was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. Ik vond het echt leuke producten. Een heleboel van deze dingen ga ik gewoon echt gebruiken, zoals de body gel. De dagcreme, het boobmasker heb ik al gebruikt. En dit haarmaskertje is het enige wat ik dus niet heb gebruikt en ook niet ga gebruiken. Dus dat gaat in de winactie. En de face roller vond ik niet zo fijn. Maar al met al vond ik het echt weer een leuke box. Laat me weten wat jullie van de box vonden. Vind je het een leuke box? Vind je het helemaal niks? Als je wilt abonneren op een goodie box, ik zet beneden in de beschrijving een linkje. En je kunt dan makkelijk abonneren. En het is maandelijks opzegbaar. Dus vind je het niks, je kunt dan gewoon makkelijk opzeggen. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie van de video hebben genoten en ik weer een beetje een lach op jullie gezicht heb gebracht vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!